Lef, durf en energie zijn de belangrijkste pijlers voor ondernemerschap. Aan het woord is Gerard van den Tweel, directeur van de Van den Tweel Groep. Deze onderneming heeft gisteren samen met Fernandes Agenturen een groothandelzaak geopend met kwaliteitsproducten. De winkel verkoopt geïmporteerde en lokale producten tegen groothandelsprijzen. Nieuw is de productenlijn van supermarktketen Albert Heijn uit Nederland, die Fernandes in samenwerking met de Van den Tweel Groep importeert. Tijdens de feestelijke opening zei Van den Tweel dat je bij ondernemerschap gewoon moet doen. Donderdagavond hebben wat wij hebben binnenkort dus de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. En ik ben zelf 24 jaar actief geweest in de lokale politiek. Als fractievoorzitter in de Staten van Gelderland heb ik mogen vertoeven. Ik weet natuurlijk dus heel veel van het politieke gebeuren af. En ik heb ook tegen mijn mensen weer gezegd en ik heb ze toegesproken. En ik spreek de mensen aan. Ik zeg niet kletsen, gewoon doen. Met elkaar doen. Dat geldt ook dus voor dit als ondernemer. Drie jaar geleden ben ik al, Soepie ken ik al wat langer. En Koert ken ik natuurlijk al wat langer. We kennen elkaar, het bedrijf, we kennen elkaar. En wij hebben de moeite genomen, jaren terug, 12 jaar geleden, om in Curaçao te beginnen met de Albert Heijn supermarkten, van de Vertweel supermarkten. En wij zijn de vertoeven dus dan nu op dit moment, zowel op Curaçao, Aruba en Bonaire. Van den Tweel zegt verder veel Surinamers in Nederland te spreken en allen geven aan het fantastisch te vinden als ook in Suriname Albert Heijn producten te krijgen zouden zijn. We hebben dus langer over nagedacht hoe dit tot stand te brengen, zegt de ondernemer. U heeft net de inkopen gedaan. Ja. Heeft u in euro's of SAD betaald? In SAD's hebben wij mogen betalen. We zitten hier in Suriname en we kunnen wel in euro's betalen, maar we betalen natuurlijk in SAD's. Ja. En u heeft het kunnen pinnen. Ja, en de pinnen, helemaal makkelijk. Oké, maar meneer Fernandes, een hele mooie samenwerking is dat. En kunnen we zeggen dat het eigenlijk gedurfd is als we kijken naar de economische situatie in het land? Met hem als partner? Nee. Waarom niet? Vraag het aan hem. Het is een blok energie. Iedereen kan van hem leren. En wij ook. Hij zegt hij is jong van hart en dat zien we ook aan hem. Ja, misschien wel. Nee, maar ik denk dus inderdaad, het is, ik heb het gezegd in mijn toespraak, lef, durf en energie. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Je moet mogelijkheden en kansen zien. En daar hebben wij hier lang over mogen praten en over spreken. Dus met de directie van Fernandes. En Sjoele heeft dus wel overwogen besluit genomen. We gaan het doen, maar we gaan het wel op een bepaalde manier doen. Ook gezien de economische situatie, de situatie van het land. Ook kijkende naar onze collega's allemaal. Laten we nou eens heel voorzichtig gaan beginnen om te kijken wat de consument hiervan wil. En we weten gewoon, wat ik ook gezegd heb, de consumenten kennen dus de producten vanuit Nederland. Dutch Food. We hebben grote partijenhandel hebben wij in Nederland. Daar hebben we ook nog een groot bedrijf in, waar dus de directie van koopt. En zo is het een win-win situatie voor beide partijen. En het is dan niet zo dat hier vergeleken kan worden met de normale supermarkt zoals we die hebben in Suriname? Nee, dat is een macro environment. Dus dat is we verwachten dat onze winkeliers hier komen om hun inkopen te doen. Het is ook open voor het publiek, maar dan moet je wel een minimum hoeveelheden van 6 per keer kopen. Tot zover Jules Fernandes, CEO van de Fernandes Groep, en Gerard van den Tweel, directeur van de Van den Tweel Groep. Deze twee bedrijven hebben gisteren een groothandel met kwaliteitsproducten geopend aan de Kerncampweg.